Zouden we kunnen zeggen, mannen, dat de A16 Rotterdam een beetje een familiebedrijf is? Zeker wel. Ja, bijna wel, ja. Vind ik ook. We zijn vertrokken. This new highway's black and green. Smartest road I've ever seen. Oh, my sweet 16. Even voor de duidelijkheid. Hij is jouw zoon. Dat klopt. Ja. Bevalt hij een beetje als vader? Absoluut. Ja? Zeker, zeker. En ja. Bevalt hij een beetje als zoon? Een van de beste. Ja, anders wordt het filmpje zo kort namelijk, hè? Hoe heet je moeder? Danielle. Danielle. En wordt Danielle dan niet helemaal gek van al dat gepraat over de A16 aan tafel? Ja, als wij bij elkaar zitten met eten, dan gaat het alleen maar over het werk. Ik heb nu al medelijden met Danielle. Nog even voor de duidelijkheid ook, waarom staan we hier? Ja, ik zit in deze keet. En ik ben hier aan het werk. Dus jullie zitten niet in dezelfde keet? Nee. Morgen is altijd zwaaien eventjes. En dan geht's los. Jullie gaan naar je eigen keet en ik ga een beetje heen en weer. Sam, nou beginnen ze in de bouw al achterlijk vroeg, maar jij begint nog vroeger. Waarom is dat? Ja, we moeten nog een stukje rijden vanuit Tilburg. Dus liever wat vroeger beginnen en dan kunnen we voor de files terug. Wat doe jij eigenlijk? Maatvoerder. En wat heeft dat met je vader te maken? Die is daar 40 jaar geleden ook mee begonnen, zeg maar. Dus je hebt het een beetje van je pa geleerd? Ja, vanaf mijn derde kom ik eigenlijk al op de bouw. Dus jij ging als klein jochie aan de hand van je pa al mee naar die bouwplek? Ja, mooi. Nou, dat is echt een familiegeschiedenis. Je lijkt wel een IT'er. Hoe noem je nou dat werk wat jij doet? Ik ben werkvoorbereider. En wat houdt dat in? Ik bedenk het systeem, zeg maar, van werken van tevoren, ja. Daar heb je ervaring voor nodig. Ja. En dat heb jij. Zeker. Maar nou hoor ik dat jij, Sam, als klein jongetje, aan jouw hand hebt meegenomen naar de bouw. Je hebt ook nog jouw specifieke vak aan hem geleerd. Dat klopt. Wij zaten, toen hij begon, zaten we iedere avond aan de keukentafel. Zijn we zijn uitzetbestanden in elkaar te knopen dat hij 's morgens vol een bak aan de gang kon. Is toch mooi. Je hebt het eigenlijk van vader op zoon heb je doorgegeven. Wat voor gevoel geeft dat? Ja, fijn gevoel. Maar wat is nou leuker, binnen of buiten werk? Buiten is het leukste. Je hebt heim mee naar buiten? Nee, ik ga af en toe in de weekenden mag ik hier ook eens een keer buiten spelen, zeg maar. Dus dan ben ik maatvoerder of ik ben uitvoerder of ik mag gewoon een keertje naar buiten, zeg maar. Maar als ik nog even buiten wil kijken, moet ik dus bij Sam zijn? Sam is van de buitendienst. Ga even lekker naar buiten. Als jij nou een zoon krijgt, wat dan? Dan gaat hij waarschijnlijk ook mee naar het werk, denk ik. Oké, dus dan gaat het niet alleen van vader op zoon, maar ook van zoon op kleinzoon, zeg maar. Dat zou wel het mooiste zijn, denk ik. Ja, toch? Ja. Dan kom ik nog een keertje terug. Dat duurt nog even, Frank. Ja, ja, ja. We gaan dat spelen op je werk. Ja, het is bijna een kinderspel, zou je zeggen. Dit is een tijdelijk fietspad, omdat het fietspad wat hier langs ligt nog niet in gebruik kan genomen worden. Dus hier doen wij tijdelijk de beleiding opspuiten voor de fietsen die er vanavond weer overheen kunnen. Maar Sam, het is net de Mars Rover, vind je niet? Ja, bijna wel, ja. Nee, de tekening die we net binnen zagen, daar hebben we ook een digitale tekening van. En die worden in deze plotter geladen en die rijdt op GPS de lijnen erop. Ik vind het wel rustgevend, dat getik ook, hè, zo. Ja, zeker. Het is ook een beetje een koekoeksklok, toch? Jij hebt het vak aan hem geleerd, maar leer jij ook iets van Sam? Het werken met die landmeetapparatuur, dat doe ik al een jaar of 6, 7 niet meer. En soms vervang ik hem wel eens hier in de weekend en dan moet hij even uitleggen hoe die instrumenten weer werken. Dus zo af en toe moet zo'n paard bijscholen. Ja, op het begin dat ik begon, zeg maar, moest hij het mij uitleggen en dat is nou wel de rollen zijn een beetje omgedraaid, zeg maar. Mooi toch, is de cirkel weer een beetje rond. Juist, juist. Mannen, hoe vonden jullie de speciale familie-editie? Geweldig. Super. Dit moeten we vaker doen. Ja. Juist. Ja. Oké, dan rest alleen nog maar de wegwezer. Nu is het bijzonder. Ooit was het gewoon. Het vak gaat over van vader op zoon. En we zijn weg. Ja.